Daar ben ik weer, lang geleden, yeah! Ronald is weer op vakantie en hij had nog een video nodig, dus hij vroeg weer aan mij. Timo, allerliefste Timo met je mooie afro, had ik al gezegd hoe mooi ik jou vind en hoe aardig ik jou vind. Dus ik zei, hou op Ronald, hou op, stop nou hé. Zou je alsjeblieft een video voor me willen maken, Timo, alsjeblieft, ik heb geen andere video's. Dus ik zei, oké, Ronald, rustig, ik weet precies een spelletje wat ik voor jou kan gaan doen. En dat is namelijk een mobiel spelletje. En ik loop eigenlijk al best wel achter de hype aan, maar dat maakt niet uit, we gaan vandaag Chicken Scream spelen. Want ik heb het al wel een paar keer gezien bij mensen, maar ik heb het zelf nog nooit gespeeld, dus dat wil ik gewoon een keer gaan doen. Dus vandaag lekker op het gamepotaal als invalvideo hier. Chicken Scream. Nee, wacht, voordat we gaan beginnen, even die stomme advertentie. Ik wil geen advertenties in deze video. Oké, betaling voltooid. Nou, heeft me 2 hele euro gekost, Ronald. Maar alles voor jou, Ronald, alles voor jou. Huppatee, oké, daar gaan we. 4 points moet ik krijgen. Oké, wacht. Oké, jongens, daar gaan we. We gaan dit mooie spelletje spelen. Op het gamepotaal. Het mooiste kanaal van Nederland. Waar ik vroeger ook bij zat en nu niet meer. Yeah, oké, dat gaat goed. Laten we anders gewoon heel veel mooie complimentjes aan Ronald gaan geven deze aflevering. Dat vind ik wel leuk. Oké, let's go. Ronald, ik vind jou echt super aardig en grappig. Wel een beetje grappig. Je hebt goede humor. Ja, dat kun je wel. En je bent mijn favoriete vries. Alright, let's go. Oh, wacht. Ik heb een ander kippie geunlocked. Omdat ik waarschijnlijk... Oh, deze is badass. Omdat ik hem waarschijnlijk net gekocht heb. Oh my god. Deze kip ziet er echt super cool uit. Oké, wow, man. Oké, jongens. Ik heb dit spelletje misschien een beetje onderschat hoe moeilijk dit spelletje is. Want het is nog best wel lastig om iets zacht te praten. Want anders gaat hij straks te ver. Ik moet... Oké, ik ben nog nooit zo ver geweest in dit level. Dus we moeten... Nee! Ik durf te wedden dat Ronald veel beter was geweest in dit spelletje. Want hij is pro in alle spelletjes waar je heel moeilijk in zijn. Die ik heel moeilijk vind. Oké. Muntje, pa! Ik wilde de muntje. Oké, maakt niet uit. Ik heb het level gehad. Oké, dat is prima. Ik wil een muntie hebben. Oh, sorry voor het level. Oké, dit spelletje is moeilijker dan ik had gedacht. De laatste. Serieus, gewoon de laatste. Oké, probeer... Als je dit spelletje nog niet geprobeerd hebt, probeer het thuis dan even uit. Want het is best wel moeilijk. Oh, wow. Dat was nog best gewoon een goede zin. En het heeft gewoon mijn level gehaald. Allee, dankjewel. Leuk spelletje. Ik vind jou een leuk spelletje. Je bent het leukste spelletje wat er in de App Store verkrijgbaar is. Nee, grapje. Oké, nou even snel lopen. Anders gaan we niet snel lopen. Schiet op. En spring. Oh, nee. Oh, man. Ik moest meer geluid maken. Oh. Oké, we gaan het nog een keer proberen. Let's go, mensen. Oké, ja, ik vind het leuk om weer op het gameportaal aanwezig te zijn. Want ik vind het een leuke kanaal. Let's go, het gameportaal. Ja, goed zo. Oké, ik weet dat jullie dit al lang gezien hebben bij andere mensen op het YouTube kanaal. Oké, boom, zo, ik ga goed. Hey. Oh, stop. Oh, het is dom, want als ik zeg stop, dan gaat hij juist door. Dat is een beetje stom aan dit spel. Dat is een beetje het ding van dit spelletje. Je moet... op het juiste moment dingen zeggen. En anders gaat het niet goed. Oké, ja. Boom. Ik ben echt een natuurtalent hierin. Echt een natuurtalent. Een heel groot natuurtalent. Een groot natuurtalent. Je zou denken dat hij in de lucht ook doorgaat, maar hij blijft hangen. Ik vind dit echt een heel leuk spelletje. Ik ben heel blij dat ik weer op het gamepotaal mag uploaden van Ronald. Want ik vind het leuk. Oké, Timo, kom op. Je kunt doen dit. Oké, Timo, je kunt het. Focus. Focus. Kom op, Kimpy. Kom op, je kan doen. Je kan het. Kom op, je bent goed. Je bent de allerbeste. De beste die ik heb. Nee, de finish was daar. Oh, zo dichtbij. Oké, dit is een moeilijk level, jongens. Ik denk dat het hier wel even lastig gaat worden om hier een groot het level in één keer te halen. Want ik ben... Wie heeft dit spel ook überhaupt verzonnen? De maker van dit spel wilde echt de wereld zien branden. Oh, oké, wacht. Hey, Ronald. Hoe is het... op vakantie! Ja! Hoe is het op vakantie, Ronald? Laat even achter de reacties als je wilt. Dankjewel. Alright, 6 points. Let's go. We can do this. Let's go. Rennen. Goed bezig, Kimpy. En go! Ja, en go. Rennen. Go! Oké, game op, let's go. 6 punten. Dit is nummer 1. Hier komt nummer 2. Nummer 3 komt. Hier komt nummer 3. Als we nog even zijn op de helft. Als je nog even lopen, kom op. En go! Oké, ja, blijf lopen. Ja. En go! En blijf heel langzaam lopen. Nu heel langzaam. Rustig. Hou het vol. Hou rustig. Niet omhoog springen. Als je nu omhoog springt, ga ik je opeten. En dan maak ik een lekker kippenballetje van je. Maar anders, als je nu. Nee! Oh! Ik weet niet of hij het leuk vindt als ik hem Kip Nugget ga voornoemen. Maar dat maakt me niet uit, want ik vind Kip Nuggets lekker en hij is ook een lekkere Kimpie. Dus het maakt niet uit dat ik hem Kip Nuggets noem. Oké. Wat dan vindt hij, was niet erg?
En kipnuggets zijn gewoon lekker. Ik hou van kipnuggets. Oh, oké, okay, kom op, nog een stukje. Hey, go! Ja! Oh, joh, ik zweer, man, mijn stem. Ik ga even een slokje water drinken. Chicken scream is een leuk spelletje. Ga maar lekker door, klein kippie, want je bent mooi, kippie. Oké, ik vind het een leuk spel. Oh nee, mijn torch, wat moet ik nu? Oh! Dat is misschien wel een leuk idee. Laten we even die coole parodie gaan zingen. Oh nee, mijn torch, wat moet ik nu? Ik heb kool nodig, mijn pickaxe is te uk. Bij mijn hand krijg je niks! Ik wil. Ja. Oké! Waar waren we gebleven? Met mijn hand krijg je niks. Oh, waar ben je heen? Kijk om je heen en denk heel goed na, want je kan met alles wat maken. Ik hakt ook wel een beetje. Oké, wacht. Oké, diamond keer is heel op één. En daarom kill ik je meteen. Enchantments erop. Man! Enchantments eroverheen. Daarna schiet ik nog een arrow in je been. Diamond keer! Op deze server. Spelen heel veel mensen PvP. Maar van iedereen hier ben ik toch echt nummer 1! Ik ben gewoon de beste. Niemand kan daar veel aan doen! Als jij ze uitkomt, doe mijn TNT al. Boom! Nee, kut! Oké, je bent goed bezig, Kimpie. Ja, goed bezig. Verzamel al die muntjes. En haal het level. Ja, goed zo. Goed. Nice. Dit spelletje is intense. Mijn stem. Ik zweer, mijn stem doet echt pijn. Come on, kippetje, you can do this. Je bent mijn kleine kippetje. En kippetjes kunnen normaal gesproken vliegen, maar waarom jij niet? Wacht, kippen kunnen helemaal niet vliegen. Het zijn kansloze vogels die niet kunnen vliegen. En dit spelletje is bijna net zo moeilijk als... Oh my god. Kleine kip, nu niet vallen en nu halen. Oh my god. Level 15 gewoon alweer. Oh, dit vind ik lastig. Oké, dit is moeilijk. Oké, spring en lopen, spring en lopen, spring. Ik zeg spring. Spring, Kimpie. En spring en spring en spring. Het is echt moeilijker dan ik dacht, dit spelletje. Vooral level 16 is heel irritant. Man. Oké, ik moet maar 4 halen. 4 moet ik halen. 4 is te doen. Dit is 1. Dit is 2. 3, 4, 5. Ja, prima. Goed, oké. Dit is echt, dit is zo slecht voor je stem, jongens. Dit is zo slecht voor je stem. Ik ga het nog één keer proberen, jongens. Nummer level 17, level 17, kom op. Spring! En go! En hou je vast, oké, spring op dat ding. Nee, hou je vast. Spring! Oké, dit is makkelijk. Ik kan dit level halen. Als ik goed mijn best doe, kom op en ga hier overheen. Ja, en nog een klein stukje. En dan lopen. En dan een klein stukje rennen. Spring! Nee! Oh my god, het hele level foutloos. Come on. Kippetje, you can do this. Je hebt een coole zonnebril. Ik vind die echt heel cool. Maar ik zou het pas leuk vinden als we dit level halen met z'n tweeën. Dat vind ik heel leuk. Zou ik echt leuk vinden. Oh my god. Kom op, kippetje. Kom op. Waarom spring je? Oké, sorry voor die boer. Ik zal het niet meer doen. Nee, waarom zei ik nog nee? Kom op, kippetje. We gaan het doen. Met z'n tweeën. Nu meteen. Kom op, waarom spring je niet? Waarom sprong hij niet? Oké, misschien als ik ga blazen. Als ik ga blazen, gaat hij misschien... beter springen zo, oké. Nee, dat is best een goede tactiek trouwens. Kom op, ga door. Lijkt net alsof ik aan het bevallen ben. Kom op, kipje, kom op. Nog een paar. En... En go rennen. En. Oké! Dat is echt een goede tactiek, dat blazen. Het leek echt net alsof ik aan het bevallen was, misschien. Maar dat maakt niet uit. Het is me gelukt, jongens. Oké, weet je wat? Ik sluit het hier af, jongens. Bedankt voor het kijken. Ronald, veel plezier nog op vakantie. Geniet ervan. Abonneer natuurlijk op mijn kanaal, Timo. Linkje staat hopelijk in de beschrijving als Ronald van me houdt. Dankjewel, Ronald. Yeah. En zeg mensen bedankt voor het kijken. En misschien tot de volgende keer. Ciao!